coincidência? Nou, het grappige is, maar dat klinkt heel heilig. Ik denk elke keer van, als dat gevraagd wordt, dan is eigenlijk het eerste wat in me opkomt, ja, de verlichting van alle wezens. Dat klinkt heel heilig, maar ik denk van, ja, wat is er nou eigenlijk te wensen? Ja, misschien een keer op vakantie. Oké, laten we eerlijk zijn. Ja. Maar als je om je heen kijkt, ik bedoel, mijn achtertuin, het is zo mooi hier. Waar moet je nou naartoe? Ik werk als trainer met mensen die vragen hebben over hun functioneren in het bedrijfsleven. En ja, dan behandelen we thema's als persoonlijke kracht of ja, stressmanagement of assertiviteit. Maar we hebben nog geen echte uitspraak over en hoe gaan we het nou op de markt zetten? Van gaan we nou ons profileren als zijnde een bureau dat altijd meet of niet? Ja. En dat willen we dus eigenlijk niet. Nou, goed dan. En uiteindelijk is dat de conclusie. Dus nog bedankt voor je input, je kritische blik op die dag. En wanneer is je laatste dag? 27 februari. Dus over 2 weken, dan is vanuit de officiële werkdag. Ja. En dan heb ik 27 maart heb ik je officieel afscheid. Nou ja, dat was een bericht dat ik mijn baan ging opzeggen. Per 15 april van dit jaar. En ik heb de reden daartoe ook aangegeven dat ik aspireer om monnik te worden. Hoe dat is, dat vind ik heel moedig van Alex. Dus dat, voor hemzelf vind ik dat een hele mooie ontwikkeling. Voor Boutine is het heel jammer dat hij gaat, want ik vind dat Alex gewoon een hele belangrijke toegevoegde waarde voor het bureau heeft. Maar tegelijkertijd vind ik het ook heel moedig dat iemand zo'n keus maakt. Dat daar heb ik ook wel wat respect voor. Ga je door? Ja. Vertel even over hoe het met je Swami Alex. Zo noemen we hem. Echt bijna iedereen heeft gereageerd, dat is wel heel erg leuk. Sommigen met een paar zinnen. Zo van, wauw, wat een stap en geweldig. En anderen met een heel verhaal, dat ze zelf alles gingen vertellen daarover. En ik moest ook wel lachen om een paar mensen die zoiets hadden van, goh, had ik ook wel gedacht, want je liep al zo rustig rond de laatste tijd, weet je wel. Ga je er iets van dat Alex monnik wil worden? Nou, ik vind het wel een hele grote stap dat hij daar dus naartoe gaat en je moet dus ontzettend veel dingen ontzeggen. Wij kennen Alex al een aantal jaren en we weten natuurlijk ook wel hoe die in... Nee, maar goed, hoe je in Nederland bent. En dat hij natuurlijk ook wel eens uitgaat en zo. En nou ja, dat soort allerlei feesten heeft. Ik denk, ja, dat moet je allemaal ontzeggen. Dat vind ik heel knap, dat je dat kan. Nee, dat moeten we nog maar zien natuurlijk. Ja, dan weet je, we gaan niet in details. Gewoon leuke feesten. Net zoals laatst dat je nog belde. Oh, ik moet ophangen, want ik moet nu naar de Heineken Music Hall. Want daar had je weer wat en weg is die weer. En dan denk ik, ja, het is straks allemaal... Is dat over? Ja. En dan zit je in een klooster in de bergen. Dat was ook een reactie. Nou, lekker, Zuid-Frankrijk. Nou, geniet er maar van. Ja. Zo van, alsof ik daar alleen op een kussen gaan zitten en ontzettend van het mooie weer in Zuid-Frankrijk gaan genieten. Ja. Zo voelde dat een beetje. Ja, want dat is waar je naartoe gaat, Zuid-Frankrijk? Ja, ja. Wat voor plek is dat? Ja, dat is Lirapling. Dat is het retraitecentrum van Sokja Rinpoche. Mm-hmm. Elke zomer zijn daar retraites voor een paar honderd mensen. En daar ontstaat nu een gemeenschap van monniken en nonnen eigenlijk. Mm-hmm. Het is nog heel klein. Op dit moment zijn er 5 nonnen en 1 monnik, geloof ik. Mm-hmm. En dan zou ik de tweede monnik worden daar. Dat is elke keer maar wat ik maar roep. Zo van, dat zal ik wel ervaren hoe dat is. Ik
Ik denk ook wel dat ik het zal missen, ja. Ja, je mag ook niet echt naar muziek luisteren. Je mag niet je eigen cd's af en toe opzetten. Weet ik, dat is wel pittig hoor, vind ik. Ja. En we leven nu, op welke datum zitten we nu? 11 februari geloof ik. 2002. Ik ga 2 mei ga ik daar naartoe. Eerst nog even flink Koninginnedag vieren hier in Amsterdam. En uitslapen op 1 mei en dan 2 mei ga ik daar naartoe. Mm-hmm. Dus, ja. Wat kan ik er verder nog over zeggen? Ja. Nou, we zullen hem ook wel heel erg missen hoor. Mm. Het is ook een lekker ding natuurlijk. Dus dat zien we ook al niet meer. Ja. Maar goed, als we af en toe mogen schrijven, dan hebben we nog een beetje contact. Een paar jaar geleden zag ik op een goed moment een advertentie in een krant waar ze vroegen om... Ja, hoe heette dat nou? Fraters. Misschien zegt het je iets, zo'n soort uit de Rooms-Katholieke traditie is dat. Het was een vrij populaire reclamecampagne is dat geweest. Veel mensen hebben daarover gehoord. En dat raakte me heel diep ook. Ik dacht van, wow, toen heb ik nog een brief geschreven zelfs. Maar ik dacht van, ja, dat slaat nergens op. Want ik heb een hele andere connectie natuurlijk. Ja, ik voel me toch meer zeg maar verbonden met de boeddhistische traditie dan. Maar toch, dat resoneerde enorm. Ik heb hier een keer going to give the loom, the oral transmission of Tiki Jepsen. Someone requested that we can give the loom. Waar het woord monnik echt kwam, dat was in een gesprek met Annie Sherrap. En toen zei ze ja, hoe het voor haar was om non te zijn. En ze zei eigenlijk van, wat haar nou zo verbaasde is van, als je nou zo'n meester tegen bent gekomen. Hè, en als je streeft naar verlichting, als dat ook iets is waarvoor je hier bent. Hoe kan het dan toch zo zijn dat je je elke keer maar weer zo laat afleiden en dat je ja, er niet echt voor gaat. Want de omstandigheden zijn toch zo gunstig feitelijk. En ja, dat raakte me eigenlijk weer enorm. Ik dacht van, ja, zie je wel. Van, dat is gewoon iets waar ik gewoon mijn hele leven gewoon nu aan kan wijden. En gewoon die beslissing kan nemen. Nou, toen is het echt, ja, begonnen. Kijk, mijn omstandigheden is, ik heb geen partner op dit moment. Ik woon in een etage in Amsterdam. Ik heb niet een eigen huis met een hypotheek of whatever. Geen gezin, geen kinderen. Ik heb een leuke baan, maar ik zou ook als freelancer aan de slag kunnen. Dus in die zin, ja, zijn mijn omstandigheden dusdanig gunstig dat ik ook gewoon zo'n stap zou kunnen zetten en dat kunnen uitproberen. Als het allemaal goed gaat. Oké. Okay. Yeah. Nou, vertel eens iets over wat je gezien hebt. Ja, het is leuk om terug te zien eigenlijk. Grappig om over mijn oude werk te horen en alles en hoe dat allemaal ging. Dat is natuurlijk 3,5 jaar geleden, dus best een lange tijd. Yeah. En dit is de eerste keer dat ik dit terugzie, dus wel grappig. Maar wat mij meteen opvalt is dat je geen rood gewaad aan hebt. Ja, dat klopt. Dus het is niet goed gegaan. Hoe is de omzet te maken? Claudia. Oh, nou, we weten het al.
Dat weten we al. Nee, wie er vanavond de Oemzee is. Oh, oké. Okay. En wat is een Oemzee? Die eigenlijk is een soort van disjockey. Vanuit u moet een MNS aan haar groenzak. We zijn nog veel met de MNS. Wat te zeggen over die vastvinding, het is een enorme bevrijding eigenlijk. Hè? Want er zijn zoveel dingen waar je je niet meer mee bezig hoeft te houden. En het is eigenlijk allemaal zo duidelijk dat ja, als je ontspant in het houden van die vast, dan is dat eigenlijk een grote bevrijding. Dus dat is ook een hele mooie kant ervan. Maar het is natuurlijk wel de grap van, ja, kan je dat of niet? En ik merk toch bij mezelf ook wel van dat ik het te gestrest van werd op een of andere manier. Dat hele ontspannen daarin, dat ook niet echt lukte. Heb je een idee waarom? Nou, ik denk gewoon dat ik toch bepaalde dingen niet wilde loslaten. Ja. Bewegingsvrijheid. Dat ik nog iets te zeggen heb over mijn eigen leven. Dat soort dingen, weet je wel. Dat zijn toch grote dingen. Want als je echt monnik wordt, ja, dan ben je toch, dan leef je dat allemaal in. You know, from Buddhist point of view, we have two sanghas. One is ordained sangha, which is monks and nuns, which we call yellow sangha. And then we have white sangha, sometimes called kind of lay sangha. And so they raise children, they work, they make they earn the livelihood, they till the land, they have all sorts of whatever is needed, they produce, and besides they try to also work on themselves. They educate their children, So it's very important. Maar ik moet je wel zeggen van, het is zo'n diep ding eigenlijk, dat het toch altijd in mijn achterhoofd nog wel bleef van, ja, maar ik heb natuurlijk wel A gezegd, net zoals zo'n regel van vroeger, van, dan moet je ook B zeggen. Dus nu net, een maand geleden heb ik weer met Ringo Toeke gesproken, die mij de vouws heeft gegeven. 3,5 jaar geleden. Om eigenlijk aan hem te bekennen, soort van. Hij zag het natuurlijk. Van, ik ben uiteindelijk niet monnik geworden. En is dat oké? Okay? En toen zei hij ook van, ja, prima, weet je. Van, het is heel goed dat je het hebt uitgeprobeerd. En waar het feitelijk om gaat, is dat je de dharma beoefent. En dat kan je in als monnik doen, maar je kan het ook als leek doen. Actually, I should not say this in front of the yellow sangha, but sometimes some historians say that Buddhism disappeared from India because they depended too much on the yellow sangha. And it was also like that in Tibet, when in Tibet there was this Lang Dharma, you know, the king who destroyed Buddhism once. But he couldn't destroy completely because there was the white Sangha, you know. He destroyed completely the monasteries and monastic Sangha, but he couldn't destroy Buddhism because there was, you know, lots of ngakpas and, you know, practitioners within the family and sangha, so Buddhism was secure. So it's very important. Het feit dat je inderdaad nooit meer iemand kan aanraken of het verandert behoorlijk je relatie met mensen. Dat heb ik heel duidelijk ervaren in dat jaar. En dat maakt me op een of andere manier ook wel helemaal gek. Maar ja, gek, ja.
Ik vond het te groot om daar afscheid van te nemen. Ja, dat kon ik niet. Nee. Ik vond het ook wel heel spannend hoor, dat jaar. Om te zien ze van, nou ja, als je dat perspectief niet meer hebt. Hè, hoe dat je relaties met mensen verandert. Want het hele spel van aantrekken, afstoten. Weet je, dat is helemaal irrelevant. Mm-hmm. En ik had ook zoiets van, god, nou mag ik niet meer meespelen. Weet je, van, dat hele aspect was gewoon, ja, uit je leven. Mm-hmm. Ja. En ik moet zeggen, ik vond het een zeer skillful means. Ik kan me erg goed voorstellen waarom de Boeddha dat bedacht had. Want het scheelt een lot of, hoe zeg je dat? Een hoop verhalen in je hoofd. En, ja, gedoe. Want het is natuurlijk ook allemaal, ja, gedoe, laten we eerlijk zijn. Ja. Maar ja, toch ben ik te gehecht aan het gedoe om daar helemaal nee tegen te zeggen. En dan ook dat voor de rest tot je dood, weet je wel. Dus net als een huwelijk. Ik heb nooit goed geweest. He, ze van... Nee, er is echt gewoon geen escape. Als je monnik wordt. When I came to live link to live here. Actually, Thubten was the only monk at Leo Bling at that time, isn't it, Thubten? That's true. Yeah. So we had long talks. What is it? Being a monk, what is it? Living in a community, and how to prepare, and how to be sure that this is the right choice, and if it's not the right choice or not the right time, not to do it, yeah, because it's for life, and that you're not supposed to give your robes back. I think that was very much the emphasis on my words with you, wasn't it? Yeah. And the result is, as you can see, it never happened. Yeah. I don't encourage anybody. I just listen. And I can share my own experience, but I don't encourage anyone because it's something personal. There's no propaganda, no advertising to do. I can share the benefits of it out of experience. That's all. Leveling Alex speaking. Hi. Nou, dat proces dat begon natuurlijk hier ook. Dat ik opeens dacht van, een mobiele telefoon raak ik kwijt en mijn computer. En god, die ga ik niet meer zien. En dat, hoe ga ik dat dan doen? En god, dit wordt de laatste keer dat ik... Nou, zo ging ik helemaal. Ja, maar aan de andere kant mocht ik van mezelf daar ook niet echt wat over voelen. Want ik dacht van, ja, dan ga ik het gewoon niet meer willen. En dan ga ik het helemaal niet meer doen. Ja, er waren een paar dingen waar ik behoorlijk aan gehecht was eigenlijk. En ik heb ze weer terug inderdaad. Heeft me 100% geholpen om die keuze te maken om uit mijn oude leven te stappen en voor de Dharma te gaan. Ik denk, als die vorm er niet was geweest, weet ik niet of ik dit had aangedurfd, of ik deze stappen had kunnen maken eigenlijk. Want het is toch eigenlijk een hele radicale, voor mij in ieder geval vond ik het een hele radicale stap, omdat ik op mijn manier een gelukkig mens was in Amsterdam met een leuke baan en leuke vrienden, alles. Mm-hmm. En dan opeens gewoon te gaan verhuizen en je hele leven op z'n kop te zetten en te veranderen. Ik ben
sanka noi kana wakanto en la muluku masor. We leven hier allemaal, ja, in Liao Bling. Dat betekent dat, ja, je leven ontzettend versimpeld is. Ik bedoel, je doet geen boodschappen meer. Je kookt niet voor jezelf. Er wordt gewassen voor je. Weet je, er is een heleboel van die dagelijkse dingen waar heel veel mensen elke dag mee geconfronteerd worden en bezig zijn. Ja, daar heb ik geen zorg meer over. Ik heb ook geen geld meer, dus dat is ook heel makkelijk, hoef ik niet over na te denken. Of jaloers te worden op mensen die veel meer geld hebben dan ik, of andersom, weet je. Dus dat hele verhaal, dat is gestopt. This Saturday, yes. Oh. So that is... Means day of tomorrow. Day of tomorrow, yeah. Oh. The people have a little break. Mm-hmm. You need a break? Yeah. Usually we do that in the shed, that when people study like for 10 days or something, we have one day off and people can do some shopping, go to Lodev. Very good. Maybe. Is it okay? Mijn functie is study and practice director. En wat wil dat zeggen? Dat ik verantwoordelijk ben voor het organiseren van de inhoud van alle retraites en alle evenementen hier. Ook met het sociale leven is behoorlijk beperkt nu tot ja, de mensen waarmee ik hier werk. Het gaat hier niet om vertier of iets, dus 's avonds ga je naar je chalet. Of ja, ik woon in een kamertje hier. En ja, daar lees je of dan doe je practice of ja, soms kijk ik dan een videootje. Weet je, dus in die zin is mijn leven heel erg simpel. En ik denk dat dat voor Monastic net zo is. Wij kennen Alex al een aantal jaren. En dat hij natuurlijk ook wel eens uitgaat en zo. En, yeah. En nou ja, dat soort allerlei feesten heeft. Ik denk, ja, dat moet je allemaal ontzeggen. Dat vind ik heel knap, dat je dat kan. Ik kan ook heel goed zien waarom ik het leuk vond. Maar voor mij is het niet zo makkelijk om me daar nog in te storten. Dus, en de keren dat ik dat geprobeerd heb. Dus, ik zie hier dit een dingetje van nog even lekker Koninginnedag vieren. En dan, weet je, van, nou, dat heb ik nog wel eens geprobeerd daarna. Eerlijk gezegd, ik vond daar geen moer aan. Ik dacht echt van, wat is dit? Waar gaat dit over? Ik kon me daar niet meer, toe verhouden. Wat was het? Was het je meeste afstoten? Nou, afstoten... Als je er niet meer in meegaat... er is iets veranderd in mij dat ik gewoon eigenlijk niet meer wil... Dat is het eigenlijk. En ik heb mezelf natuurlijk door die vouw te geven... ook op een bepaalde manier ook een soort van de pas afgesneden. He, want als je wel drinkt, dan is het makkelijk om op een beetje mee te laten slepen... en dan in een soort van gekte mee te gaan. Maar ik ben er klaar mee. Ja, toch. Ja. Kan je help? Nee. No. Oké. Okay. Where does it need to go? Over there with the... It's too small. Ah. Over there. It's studded. You know this and that and that. And we have these gaps there. Gaps in. Ja, je gaat niet meer voor kicks. Dat is het. En als je helemaal denkt van, oh, ik moet een kick of zo, weet je wel. Dan, als je daarin blijft steken, dan heb je gewoon een slechte tijd met jezelf. Super, on est en train d'ouvrir la statue, là, si tu veux venir. Oui. Oui, oui, on y est, là. Avec ça, en faisant attention.
ça coupera mieux. J'ai pas le support. Mais... Ontspanning. Eigenlijk ontspannen in. Wat er is, ja, ik weet niet. En dan zie je gewoon van, ja, begin er nou over. Ja, nergens. Eigenlijk heb je helemaal niks nodig. Echt helemaal niks. Ik heb hier een dak boven mijn hoofd. En ik krijg eten. Dat is eigenlijk wat je nodig hebt. En als mensen moeilijk zijn, of als ze tegen me schelden, of als ik dan een rottijd heb, dan... Ja, dan kan je kijken zo van, ja, wat maakt dat nou eigenlijk dat ik het niet oké heb, weet je? En dan is het weer over. Het is echt vrij magisch. Nou ja, het klinkt een beetje zot, maar... Er is altijd iets op te lossen in jezelf. Wat het obstakel of wat de moeilijkheid wegneemt. En eerder dacht ik, ja, ga je dat veel meer buiten jezelf zoeken van... De situatie moet veranderd worden. Of ik moet andere collega's. Of ik moet nu dronken zijn. Of weet je, ik moet nu... Nou, dat, in die zin beschermt leraar Bling me ook. Weet je, want je kan niet weg. Je gaat niet weg. Er is één auto en die delen we met z'n 16. Hè? Dus, en dan is de oplossing om gewoon naar binnen te gaan. En te kijken ze van, ja, maar wat is er nou eigenlijk aan de hand? En dan is er niks aan de hand. Het is vrij bijzonder eigenlijk om erachter te komen. Is it baked, the clay? No, fresh. Fresh dried, but it hasn't been baked. Laat je niet meer zo afleiden door je eigen verhaal eigenlijk. Begrijp je dan wat ik bedoel? Je gaat gewoon voor wat er nodig is. Of dat mij nou zint of niet. Of van wie die instructie nou komt of whatever, weet je het, ja. Dus dat hele persoonlijke, dat hele, al die, ja, die hele laag van, gaat er tussenuit, zoetjes aan. Dat is het idee. En ik wil niet zeggen dat ik dat helemaal kan, maar in ieder geval daar werk je aan. Ja. En dat, dan word je geen robot? Nee, ik denk niet, want het gaat... In principe eigenlijk word je gewoon steeds vriendelijker en ruimer eigenlijk, ja, als het goed is. Dus nee, ik denk het niet. Ik denk dat je efficiënter wordt. Wilt u dvd's bestellen van onze programma's? Bel dan 040 282 0022. Als u meer wilt weten over onze uitzendingen, vraag dan de gratis programmagids aan op nummer 035 677 1611. Of kijk op www.boeddhistischeomroep.nl.